Dat klonk niet goed. Maar dit is dus de X-Aeon. Ik vind het een hele sterke AR. Vooral op close range. Oh my god. Is hij echt beest sterk. Yo mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en zoals je ziet heb ik de X-Aeon in mijn handen. Dit is de nieuwe assault rifle die is toegevoegd aan Infinite Warfare. Hij zit al een tijdje in de game, maar ik heb er nog niet mee gespeeld op mijn kanaal. Ik heb hem één keer gebruikt op de stream. Dus nu is het tijd om hem een keer te gebruiken in een video. Ik heb er een mooie shiny roze camel op gezet. En het is best een chille AR. Ik heb hem natuurlijk alleen maar op stream gebruikt. Dus ik heb niet echt veel attachments ervoor. Ik heb niet echt de juiste attachments ervoor. Ik weet niet hoe je het beste met deze gun kan spelen. Maar daar gaan we achterkomen in deze game. En die attachments die kunnen we altijd nog later erop zetten. Maar ik wil nu gewoon even een lekker potje neerzetten met deze gun. Dus laten we dat gaan testen. De hipfire van deze gun is langzamer dan de normale fire rate. Dus als je inzoomt, dan schiet hij sneller. Ik zal even laten zien. Dan schiet hij snel. En als je hipfired, dan schiet hij slow. Ik weet niet wat er daar met mijn stem gebeurde. Misschien moet ik even een slokje water nemen na deze video. Want dat klonk niet goed. Maar dit is dus de X-Aeon. Ik vind het een hele sterke AR. Vooral op close range. Oh my god. Is hij echt beest sterk. Moet je even kijken wat we hier voor schade aanrichten met deze gun. Dat is toch niet te geloven. Dat is toch... Oh. Niet te geloven. Okay, even een counter reviewtje in de lucht. Heel veel reloaden. En dan kunnen we even deze mensen opwachten. Oh mijn god. We gaan zo dood hier. What the fuck. Gooien jullie allemaal hierheen, man. Zo kan ik toch niet jullie opwachten. Oké, dan gaan we jullie vanuit een andere manier opwachten. Assist. Assist. Wat meent je toch niet een assist? Oké. Dan gaan we. Dat is er één. Maar één. Daar echt de hele gang zit hier vol. Maar nee hoor. Helemaal niks. Jawel. Oh mijn god. Thanks teammate. Hangt dat er maar van je teammates af? Of je kunt vertrouwen of niet. Maar oh my god. Mr. Evil Dead. Je hebt een vervelende Holzweiser of zo. Dat is die laatste launcher. Ik vind die echt vervelend. Maar die moet je ook natuurlijk koud halen als je solar camo wilt. Dus ik moet dat ook nog gaan doen. Ik heb er echt niet veel zin in. Torben heeft dat al gedaan. En hij had echt de struggles. De echte struggles. En voor de mensen die afvragen, waar is Torben? Torben die wil zich meer focussen op school. Want was nodig. En hij heeft ook nog eens zeg maar geen PSN meer. Dus ja, kijk, hij kan wel PSN kopen. Hij heeft zo'n Gamemania tegoedbonnen nog van de verjaardag. Maar hij vindt het zonde om het uit te geven aan PSN. Terwijl hij nu zeg maar toch op school focust. En nu niet echt super veel zin heeft om te spelen. Dus dat, ik snap dat ook helemaal. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik ben nog bevriend met Torben. Echt gewoon heel goed. Alleen hij heeft de game drang die is er een beetje van af momenteel. Maar wie weet komt dat bij de nieuwe Colt of zo weer helemaal terug. Dat zou hartstikke leuk zijn. En dan kunnen we weer helemaal los gaan. Helemaal los. Los zo. Maar jongens, wat vinden jullie tot nu toe van de X-Aeon? Hij klinkt misschien... Oh, kap. Het is een beetje een rare naam en zo. Het heeft sowieso allemaal een rare naam. Ook die MP5 remake, die heeft ook zo'n rare naam. PPR of zo. Doe gewoon lekker makkelijk, jongens. Doe de MP5 V2 of zo. Oh, waar zit jij? Wow! Die zag ik echt niet aankomen. Oké, jongens. Teammates, we moeten iets beter ons best gaan doen. Want zo gaan we niet winnen. En ik wil wel graag winnen. Eerlijk gezegd. Stiekem willen we wel winnen. Oh mijn god, er zitten er drie in. En ik weet niet eens wat daar gebeurde. Oké, mijn teammates. Kom op, jongens. Ik vertrouw in jullie. Jullie mogen mijn teammates zijn. En dan winnen we niet. Ik zit sowieso hier. Ja, dat zijn er twee. En er zit zo'n stom kut. Kut. Hoe heet dat specialist dingetje? Ah! Oké, we zijn gerekt. Nou, type 2 is toch wel een betere AR. Zeker op long range. Dan deze X-Aeon. Yes. Oh. Is hij dood nou of niet? Nee. Huh. Waar is hij? Oh ja joh. Ik heb hem nog. Gelukkig.
Oké, okay, nu kunnen we hier naar binnen. Of hier. Och, mijn god. Mensen, waarom vlieg je zoveel? Je hebt boost jumps, maar je hoeft niet naar de top van de Empire State Building te vliegen, jongens. Dat is niet de bedoeling. Gewoon lekker een beetje jumpen is oké, maar kijk die net. Die vliegt echt door de wolk heen. Dat was next level jump, jongens. Hij gaat dan op een muur rennen en dan gaat hij ook nog eens springen. Ja, daar hebben we meer, hoor. Fucking vliegende vogel hebben we tegen ons. Oh. Oké. Okay. Die is dood. Dun, 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 dun. Dank je. We hebben hem. Hij was op de grond met de voetjes. En ik had niet helemaal niks. Yes. Taggy opgepakt. Ja, dat ding staat hier nog steeds binnen. Dat is zo vervelend. Oh. Yes. Dank u. Oké, we moeten meer tags oppakken, team. Laten we dat doen. Nog één, nog één, nog een teammate. Blijf schieten. Hebben we de tags? Volgens mij wel. Wat een chaos. En X-Eon is weer eng. Als je de normale scope trouwens op hebt, dan geeft die licht. Dus dan weet je, kun je ook door de smoke kijken en zo. Dus dat is best wel chill. Maar hij zoomt ook meer in dan de Red Dot. Dat vind ik dus dan minder chill. Daarom heb ik er ook even een Red Dot op staan. Maar als je hem helemaal geleveld hebt, zou ik er zeker een Elo site opzetten. Dat vind ik altijd het allerchillste van alles. En daar hebben we ons netwerk die de grond niet durft aan te raken. Hij is bang voor het grond, jongen. Niet bang voor het water, maar bang voor de grond. Nieuwe angsten. Infinite Warfare angsten. Hoe heb ik hem niet? Even serieus. Dat was toch ongelooflijk? Ik dacht echt dat ik hem zou hebben. Maar helaas. Oké, er zit nog één. Oh, als ik niet naar binnen ga, dan ga ik toch dood. Door dat fucking warden ding. Dus ik ga gewoon naar binnen nu. Ik zie vanzelf wel waar ik eindig. Oh mijn god. Hoeveel mensen zijn hier? Hoeveel mensen zijn hier? Hoeveel mensen? Yes. Ik heb ook counter UAV. Haha, gooi ik dat gewoon op jullie hoofd. Wat vind je daarvan? Niet leuk, hè? Oh mijn god. Hoeveel granaten hebben jullie? Mensen! Ik wil gewoon mijn warden halen. Maar het kan niet hierdoor. Kan niet. Lekker bezig, teammate. Snel dat rolding uitschakelen. Je moet je gewoon blijven sprayen totdat je een kill hebt. Kijk wat hij allemaal gooit hier al. Oh mijn god, er komt er mis uit. Dat zie je niet vaak. Er zijn ge... Waar? Teammates. Ik heb 42 kills. En mijn team die had er gewoon geen zin in, jongens. Holy damn, jongens. Maar dit is de X-Eon. Wij gingen ook. Niet echt ook. We zijn veel te vaak dood gegaan. Dat geef ik toe. Maar dit was de X-Eon, jongens. Vond je het nou een leuke video? Doe natuurlijk blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer. Ben je al geabonneerd? Doe dan even het notificatiebelletje aan. Om bij de notification squad te horen. Zou ik super awesome vinden, jongens. Dikke shout-out naar jullie allemaal voor de support. Tot de volgende keer.